De ene collectie was net gefilmd. Of de andere, die kwam alweer binnen. Echt gelijk achterna. Ik denk dat er misschien een dag tussen zat. Ja. Yeah. Zoiets. En toen kwam er alweer ook echt een precies zelfde achtige vintage Pokémon collectie binnen. Oude kaarten. Dus oude kaarten, ja. Dit is een intro! Nou, we beginnen even met deze stapel. Zoals je ziet, de kaarten hebben ook echt helemaal geen sleeves. Ze zaten echt gewoon zo ook in een map. Dus je kan zien dat dit gewoon iemand is die ze vroeg gewoon heeft verzameld en gewoon zo in de map heeft gelaten. Ja, nou, echt 4 of 5 mappen vol, hè? Ja, ja, en nog een stapeltje in toploaders. We hebben hier een oude Claw Fossil. Een hele mooie oude Holo Sceptile. Dit is allemaal de EX-era. Typhlosion. Energy. Fire Energy. Ja, Lapras. En weer zoals bij de vorige ook. De arts, fantastisch. Ja, veel cleaner. Deze heeft een mooie doorlopende art waarin hier een volgens mij een Bulbasaur zit waar bloemetjes bij wegwaaien. Okay. Dat is wel wel tof. Poliwhirl die gaat duiken, Seedot, een Horsea. Het zijn gewoon een Moltres promo. Heel cool. Oh, een dikke walvis. Wat zei jij hier? Wat? Een Holand transfer. Oeh. Fancy. Ja, ik heb de collectie al gezien, maar nog steeds om ze dan zo weer te zien is wel heel tof. Kijk hoe blij die is! Super blij. Een blije Oddish. Wurmple die even een slokje neemt. Professor Elm. Abra. Een Meowth. Waar is deze promo van hier? Ja, dat is die Game Boy promo, hè? Van de trading card game. Van de Game Boy Color. Ja, jij zegt het. Ja. Als je het fout hebt, hoor je het wel. Dat is de enige kaart die ik ken. Why not? Een Cloyster. Een hele mooie Groundon. Het enige nadeel aan deze is dat ze allemaal best wel gepringeld zijn. Maar ja, dat krijg je als je kaarten heel lang misschien in een vochtige ruimte of iets. Als je oud wordt, ga je krom staan. Heb ik nou al. Magmar, kijk eens wat mooi. En die stempels zijn altijd leuk. Ja, die stempels zijn cool, hè? Ja. Een Girafarig, een Water Energy. Dat zijn wel coole energies. Een Mewtwo Warner Bros. Kids Warner Bros. Promo. Volgens mij staat deze bij de film. Ja, bij de DVD, hè? Ja, ook heel tof. Een Venusaur, een Unfuzzant. Een first edition Chansey, alleen die mist een stukje. Oh ja. Maar nog steeds, first edition. Een hele mooie Zapdos. Een first edition Moltres Nederlands. Lopend vuurtje en duikbom. Solrock. Fight Energy. Ditto. Dat was een hele leuke serie. Dat is allemaal van die klei ditto's gemaakt van allerlei Pokémon. Mike Tiena. Tangela. Regirock. Een Gloom. Een Geodude en een Irmetmar en een Kingler Reverse. Dat was dat stapeltje. Dan hebben we hier een stapeltje, daar zitten al wel sleeves omheen. Die zaten zo erbij. Gaan we ook even wat uitpakken. Steel Energy, een Pineco, een Shaymin. Je ziet gelijk, deze zijn wat moderner. Een Metagross, een Voltorb. Hier verlaat mij, want er is volgens mij een pakketje bij de deur. Een Zekrom, een Reshiram. Die zijn heel cool naast elkaar. De Legendaries van Black and White. Een Tepig, een Galvantula, een Dragapult, een Leon, een Snorlax Vivid Voltage pre-release promo, ook heel tof. Deze stamp zit vaak op de pre-release. Als je naar een pre-release gaat van een set, krijg je kaarten met zo'n stamp. Een Fampi, een Flaffy, een Pineco, een Pansier, een Klang, een Klingklang en een Klingklingklong. Nee, een Poochyena. Mooi switch, een Oshawott. Robert. Hier zie je heel veel van de Black and White era. Dit zijn hele mooie energies. Vind ik zelf echt wel van de mooiste als je energies verzamelt. Deze komen namelijk uit de Heart Gold Soul Silver set. En dan hebben ze in de achtergrond hebben ze ook echt Pokémons verwerkt. Dit is echt. Dit is volgens mij de vuurtoren in de stad van de Steel Gym in de game. Daarom staat hier de Steel Energy. Een Mawile, een Simipour, een Galvantula. Was het vals alarm hier? Was er een pakketje? Vals alarm. Vals alarm. Een Scraggy, een Pineco. Allemaal Heart Gold Soul Silver, echt die herkenbare rand. Als je het vergelijkt met dit Diamond and Pearl. Ja, die hebben een beetje dat stoffige achter. Ja, vroeger dacht ik dan wel eens van, oh, deze is versleten. Echt? Ja. Zo weggegooid. Ja. Staravia, een Cresselia, een Quilava, een Minim Lombre. En uit welke set komen deze allemaal met de levels hier? Ja, die komen allemaal uit tournamenten. Nee. Diamond, Pearl en Platinum. Oh ja. Dat was Gen 4 hebben ze dat gedaan. Mooie energy. Happini, een Kumbi, een Infernape, nu is er wel een pakketje, een Miltank, de Moomoo Miltank, een Magnezone, een Fisherman, een Armored Fossil, een Turtwig, een Snubbull en een Latios. Heel tof. Nou, we hebben even 10 pakketjes binnengehaald en we gaan nu weer verder. Een Hoothoot, dus Elm. Ja, dit zijn allemaal een beetje de basic-achtige reverse en holos, nog steeds wel heel tof. Te zien, want
Oh, dit is ook leuk. Oh ja, dit is die. Deze komen uit een subset in Pokémon Platinum Arceus. Dit is AR6 en dit is AR2. En als je... 2, is dat een 2? 4. Jezus. Als je dit allemaal op een rijtje hebt, dan zie je, heb je dit cirkeltje. Dat trekt heel mooi rond zo. Heel cool. Maar voor mij waren dat de enige twee in deze collectie. Dus helaas gaan we dat niet zien. Tangrowth. Kijk hoe blij die is. Bidoo, die is ook blij. Buneary. Dit is de generatiekaart waarmee ik ben opgegroeid. Dit waren mijn eerste kaarten. Ja. De Diamond and Pearl set. Ja, ja. Giratina. Garchomp. Swablu. Gliscor. Ik herken heel veel van deze kaarten. Dit had ik vroeger ook. Voor games, mij is dit mijn collectie. Die games heb ik ook echt heel veel gespeeld. Diamond and Pearl? Ja, dat wel. Dat vond ik cool. Heel goed. Firo. Oddish. Ze blijven wel allemaal mooi op een stapeltje liggen. Ja. Ik leg het hier even neer. Een Stantler. Magneton. Marcellia. Een Cranidos, een hele mooie Toxicroak, Mr. Mim, Mothim en een Energy en Darkrai. En dan nu een stapeltje waar wel echt de hits ook in zitten. De hits? Nou, daar waren dit ook hits. Oh, knip dat eruit, want ik spoil nu al die kaart. Hij glit er onderweg. Dan nu... Dan nu de hits. Nou ja, hits. Heel veel van hebben dit wat hier staat, waren we al bezig met online op Card Market posten. Dus zie je hier kaarten in deze hele collectie en denk je, hey, die wil ik hebben. Kijk dan even op onze Card Market. Ja, hier staan ze er nog wel. Hier plaatsen we een linkje in de beschrijving. Ja. Een Azumarill, een Miss Drievous holo. Een hele... Kijk, hij gaat vechten met Pinsir. Dat voorspelt niet veel goed. Een Sableye. Een First Edition Feraligatr. Heel vet. Een Ampharos Prime, dit waren een beetje de EX, level V's, whatever, uit HeartGold Soul Silver. Dit is de Primes. Ja, die liet je mij zien, die waren wel echt mooi. Ja, dan zoomen ze heel erg in op het gezicht. Ja. Feraligatr Prime, een Typhlosion Prime. Dit is een Pikachu van 10th Pokémon Anniversary volgens mij. Ja. Dat is ook wel een hele toffe kaart om te hebben, want we zitten nu al bij, wat was Celebration, 25? Ja, nou moet je nagaan. Steelix Prime, een Scissor Prime, een Shiny Raikou, en dat was een promo, volgens mij, ik weet niet meer waarbij. Dat weet ik ook niet. Een Salamence Reverse, een hele mooie Butterfree Reverse, een Wobbuffet Holo, een hele mooie Shaymin Holo met een Eevee erachter. Cool. Dialga, een Krabby. Stamps. Ja. Die stamps zijn dan de reverses, maar dit is zo lastig met dit soort kaarten. Waren die allemaal stamp? Want ik dacht dat het een soort van box promo was. Nee, stamp was reverse, maar als je dan ik heb geen idee. Bij deze is het zo verwarrend om te weten wat een holo of reverse op Card Market. Iedereen post ook verschillend. Oh. Nee, deze heeft geen stamp, maar die dan, het is okay. Het is een heel wild beste. Een hele mooie oude Celebi. Een Flygon, heel tof. Quillfish, Zekrom. Een Garchomp, Rhyperior, hele goede Gliscor, Samurott, Drapion, ik vind deze HeartGold Soul Silver Arts zo mooi. Ja, is heel clean. Roserade, Dragonite, Nidoqueen, een gewone Raikou met Shattered Holo. Die zaten dan vaak in starter decks en dat soort dingen. Oké. Een Shaymin Level X, een Pikachu Reverse. En dit is wel het grappige aan hoe dat dan werkt qua tijd. Want dit is gewoon was gewoon een common vroeger. Ja. En nu is zo'n Pikachu Reverse doet gewoon 8 à 10 euro. Nou, als je Pikachu's verzamelt. Ja, dat is het dus. Muziek is level X. En dan het laatste gedeelte van deze stapel met daarachter de toploader zoals je ziet. Dus daar zitten vast goodies in. Oh, we zijn er nog niet. Raikou, Suicune, Dark Gyarados. En dan niet de Celebrations. Nee, de echte. LKSM van BZ2. Aggron, een Venusaur, nog een Venusaur, heel derpy. Poliwhirl, de Articuno, een Feraligatr Reverse, een Magneton Holo. Cute ass Woopers. Dat zijn wel echt twee hele schattige Woopers. Ja, ja, ja. Oh. Een Ampharos, een Arceus Level X. Dit is weer zo'n ditto van klei met een andere Pokémon gezichtje erop. Ziet dan zijn oogjes. Meganium. Blaziken. Oh. Charmander. Crobat. Een Tyranitar. Een BZ Mewtwo. Cool. Ja,
een Jolteon EX, ook heel vet. Ja. Want deze was ook, je hebt wel van die, dan maak je van die decks na. En op de achterkant zie je dan zo'n stamp van, ja, van de deck. Deze is heel veel als deck, maar niet als echt zo kaart. Zie je hem niet veel. Hmm. LXM, heel vet. Ik wil championship decks. Deze Butterfree Art is echt prachtig. Je ziet ook bij de Holo is de art, springt er wat meer uit. Ja. Je ziet er ook een swirl, zie je dat? Een swirl, hij wordt wat meer 3D. Nee, swirl, hier die, dat glimmende. Ja, maar plaatjes meer 3D. Ja. Ja. Nog een 10th Anniversary Pikachu. Die heb ik al gezien. Een Regigigas Level X. Een hele mooie Vaporeon. Oh. Een Raichu Prime. Die is cool. Een hele mooie Espeon uit Heart Gold Soul Silver. Echt perfecte art. Een Charizard Level X. Heel tof. Dit was de... Is dit een promo? Ja, dit was een volgens mij tin promo. Volgens mij staat deze in een tin. Oké, okay. Lang geleden. Een hele oude Entei. Ook heel tof. Een Pidgey. Uit de Legendary Collection. Vorige keer zat een of andere manier zat Champion Series in mijn hoofd. Ik heb geen idee waarom. Goed zegt, Ja, daarom. Een Shiny Yama. En dit vind ik heel cool. Want wat ze dan dus... dit is Diamond Pearl Platinum era. Ja. Dus volgens mij Platinum. Dan wouden ze Shiny Pokémon toevoegen. Dan zaten er misschien 3 of 4 Shinies. Echt, dus nog echt. Toen waren dat nog Secret Rares. Tegenwoordig is de halve set Secret Rare. Ja, ja. Maar deze art is ook gewoon normaal. En hij is de Shiny. Het is exact dezelfde art. Alleen dan echt een Shiny kleurtje. Cool. Dus dat is heel tof. Een Dark Blastoise Holo uit Rocket. Heel vet. Heel vet. Een Houndoom. En wat heel tof is aan deze Houndoom. Deze Houndoom komt niet uit de main set, maar als je ziet, dit is Houndoom nummer H11 van H32. Dus dit was ook nog weer een subset erin. Oké. Okay. En ja, dat is ook wel echt een... Mooi plaatje ook. Ja, maar dat is wel een zeldzame Houndoom. Dan hebben we hier een Gengar Prime. Gengar Prime is echt de chase card in Heart Gold Soul Silver. En ik vond hem bijna helemaal mint, maar er zit één ding. Ik hoop dat je het kan zien. Dat rode stipje daar. Even kijken of hij scherp... Dat gaat hij scherp stellen. Jawel, dat doet hij wel. Dat stipje daar, ja. Dat is een printing stipje. Dat is echt niet damage. Dat is gewoon echt een stipje dat er met print op is gekomen. Ja. En dat zou je normaal nergens anders zien, maar omdat hij nog net hier wit tussen de tanden zit. Dus dit vind ik weer zo'n lastige. Van... Valt hij daar op? Ja. Dat zie je tegenwoordig nog steeds, hè, print ergo's. Mm-hmm. En de laatste vette hit uit deze set is een Shining Noctowl. Heel cool. Kijk hoe mooi die glimt. Kijkt wel heel erg intimiderend. Dat waren de eerste Shinies. De Shining. Cool. Hier heb je ook zo'n Shining Charizard van. Die zwarte die dan zo vliegt. Nou, wat betekent om Shiny te zijn? Ja. Dat is ook wel echt qua holo heel netjes. Er zitten hier een paar scratches op dit lange stuk. Maar voor de rest geweldig om te hebben. Dus heb jij nou iets gezien waarvan jij denkt, hey, die wil ik in mijn collectie. Wat moeten ze dan doen? Dan kun je naar de winkel komen of je kijkt gewoon even op onze card market. Linkje in de beschrijving. Yep.